Wie zijn poep is dit? Hij is nu al aan het eten. Dit is mijn pepergroen. Oké, yo kijkers. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe small video. En vandaag ben ik niet de lul. Is Niels niet de lul. Ben ik niet de lul. Vandaag is Mark de lul. Wat nou is, Mark die wou mij pranken. Als ik terug zou komen van vakantie, zou hij mijn hele kamer gaan verbouwen. Maar dat heeft hij niet gedaan, want hij was lui. Maar ja, ik vind het nog wel leuk om hem eventjes flink in de graas te nemen. Kijk, want hij Mark had volgdag te gaan, snap je? Dat moet afgestraft worden. Als Mark niks doet, dan doen wij het al. Ja, zo simpel is het. Idee is als volgt. We gaan net alsof doen alsof ik in Mark's bed heb gepoept. Kijk, ik moet toevallig niet poepen. Dan gaan we aan Ivo overlaten. Maar we gaan natuurlijk niet echt in zijn bed poepen. Want we hebben peperkoek gehaald. Ik laat het even zien hier. We hebben 3 grote rollen peperkoek en daar gaan we poep van maken. Nou, zoals jullie misschien al gezien hadden, heb ik een small zonnebril op mijn hoofd. Die zijn vanaf nu verkrijgbaar. Link staat in de beschrijving, gewoon www.small.nl en haal je eigen zonnebril. Maar daar kwam hier eigenlijk voor. Ik was namelijk de peperkoek vergeten. Laten we gelijk even die poeprol gaan maken. Men pakt een stuk peperkoek. Men somt de peperkoek hier lekker in. Zeker. Oh, hij moet echt poepen. Hij is nu al scheet aan het laten. Hij moet echt poepen. Ik zweer het. Kijk dan, dit is echt niet goed. Misschien niet op. Oké, we zijn opnieuw begonnen. We hebben minder water gepakt dan Ivo heeft gepakt. En we gaan kijken wat we ervan kunnen kneden. En als jij nou eens begint om in die emmer te poepen, zodat de kamer van Mark een stront ruikt. Dan maken wij niet aan poepen. Wel, jij hebt hier de beest steken vandaag. Dus... Ja, helemaal mee eens. Ja. Ik wil gewoon dat Mark dadelijk thuis komt en denkt van hun hebben echt in mijn bed gescheten. Want weet je wat het is jongens, wij wouden eigenlijk een andere video opnemen. Maar Mark naait, die wil de auto niet meegeven. Zo komt hij dadelijk terug en dan denkt hij van ja, hun zijn boos op mij. Ligt er opeens een rol in zijn bed. Dit is ook moeilijker dan ik dacht. Ja, dat zei ik al. Jij dacht hier is kei makkelijk en shit. Maar dat valt allemaal vies tegen jongeman. Kijk dan. Kan je zeggen dat jij die er... Ja. Maar wat is dit jongen? Kijk dan, wat is dit? Ivo, je had al een masterpiece laten zien. Ja, bijna. Dit begint er al op de lijst. Beetje te gevlekt ofzo. Oké, dit ziet er wel al uit als poep, man. Man, dat is voor de les voelen. Ivo, dat is diarree, man. Nee, man. Kijk, wacht. Als je zo maakt... Weet je, wacht. Zo'n beetje open gespleten poep. We hebben 2 prachtige drollen gedraaid, die van mij is een beetje mislukt. Dus ik kies voor die van Ivo en die van Niels, die is wel goed. Dus de torpedo en de slang, de snake. Ja, de snake en de torpedo. En ja. de verrotte snake. Die gaan we weggooien, die gaan we niet gebruiken. Oké. Maar het is nu de taak aan Ivo om in een doos te kakken. En zodat die geur, weet je al, in de kamer gaat verspreiden. Zodat hij daar echt denkt dat er in zijn bed gepoept is. Dit is eigenlijk toch erg, dit is eigenlijk gek. Ja, het gaat wel stinken in die kamer, Mark, sorry. Ja, ga maar een doos zoeken, jongen. Ja. Poepdoos. Nou Ivo, ik wens jou veel succes. Ik hoop dat je het raakt. Het is niet groot, hè? Geef mij dan maar gewoon mijn privacy, oké? Is goed. Laat je wel die vies dingen doen, allemaal hier bij Small, weet je wel. Het zijn allemaal pussy. Maar weet je wel, geen fake shit. We gaan gewoon Mark naaien, kom. Nee, Ivo, succes hè! Nee, moet wel iets meer zijn. Ja? Moet wel iets meer zijn. Ja, dat komt niet meer uit. Hey! Dat kan ik echt niet maken, dat kan ik echt niet maken. Zo niet maken. Oké, nou snel alles opruimen voordat Mark komt. Al bewijs niet vernietigd worden. Ja, alles opruimen. Nee. Waar moet ik dit op? Jongens. Oh mijn god. Oh, jouw kamer. Kijk wie we hier hebben. Wie wil je?
we gaan jou gewoon fucking hard pranken, vriend. Ik zweer het, je gaat er sowieso zwaar in trappen, want dit stinkt echt fucking smerig. Niels. Nee, Niels, pak het schaaltje maar met de fake. Ja, die leggen we zo weer, kom. Ja. Let go. Oh. Oh. Kijk eens hoe een rommel het hier is. De belastingbrieven met het snoep. Zal ik deze gewoon. Weet je wat ik echt een neiging toe heb? Kom eens. Nee, ik kom helemaal niet. Ik heb echt gewoon een neiging om deze gewoon echt op zijn bed te gooien. Dus echt gewoon zo ploep. Kijk, zilveren lijn, ik snap. Ik ga het niet doen. Het is gewoon een kutstreek. Ik zou het zelf ook niet relaxed vinden, maar. Denk maar wel dat ik er echt aan heb gedacht, Mark. Hoe weet je dat? Ja, nou, ik kom pas vanavond naar thuis, dat heb ik al verteld. Nou, Mark, please, kom iets eerder. Yo, nou, dan kunnen wij nog... Dus. Zeg je? Aan het kaarten? Ja, ineens nee, Rob. Ja, maar... ophalen van haar zelf. Ja, app even hoe laat, want dan kunnen we kijken of we nog naar Gio kunnen. Yo. We hebben een probleem. We weten niet hoe laat Mark thuis gaat komen. En waarschijnlijk gaat het nog wel eventjes duren, want hij was een potje aan het kaarten. En je weet hoe lang dat met Mark gaat. Nog een potje kaarten, nog een potje kaarten. 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 Dus... ik heb ook geprobeerd over te halen dat wij nog naar Gio willen, weet je wel, met de auto. Maar ja, hij geeft geen fuck. Dus ja, dan moeten we maar wat langer wachten. Dat wordt dus een slaapfeestje bij Hoeks thuis vandaag. Gay! Wordt wel lang wachten, ja. A Muslim lady came on the bus with her baby. And I just... wakka 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 wakka. Oh shit. To a dog. Dude. Die zijn echt stel mijn goldjes, wist je dat? Echt wel. That was disgusting. Like, what should we do? Ik ben net te laat. A family... net de tijd. Zo, we gaan met de kamer. Neem een plek. Neem een plaats, jongen. We hebben al dingen met jou te bespreken. Yes. Maar misschien is het handig als jij je spullen alvast boven neerlegt. Zeg erop, ik heb hier nog geen zin in. My god, to your room. Wat heb je nu gedaan? Daarom zeker, wil je niet het weten hoe dat ik thuis kwam. Ja, nu valt hij allemaal op zijn plek. Ik neem er nog eentje. Kom maar. Je hebt het niet in je kamer gepoept. Hij heeft mijn bed gepoept. Hij heeft mijn bed gepoept. Jij geeft de auto niet. Julius. Jij naait ons. Rob, ik ga een hele kilo stront in jouw kamer. Ik ga niet eens naar boven. Ik ga niet naar boven. Weet je wat we gedaan hadden? Het stinkt. Ja, omdat het mijn idee was. Ik zou op zijn bed gaan poepen. En toen heeft hij op Twitter gezet dat hij mij... dat niet gebeurd is dan? Hè? Ja. Waarom zou ik dat doen? Omdat ik jou moest helemaal gaan ophalen. Ja, loop naar boven, maat. Ik zou helemaal nee. Ik ga niet, hij mag het gewoon zelf ophalen. Ik ga er niet naar boven. Loop naar boven. Nee. Ik kom speciaal voor jullie. Of hier wel gepoept is. Nee, ik kom speciaal nog voor jullie omdat jullie met Gio wouden chillen. Kijk, dit is gewoon misbruik maken van de situatie. Ik ga niet eens. Ik vind het prima zo, ja. Nee hoor, je moet dat. Nee, maar Rob, jij weet ook dat dat mijn idee was. Mark, geloof me, kom eventjes kijken. Nee. Misschien is het wel geen poep. Zal ik een foto maken van die stront op jouw bed? Misschien is het nee, ja. Ja, het is wel poep. De week 100% zeker. Misschien is het... mag ik even bijhalen? We gaan nu meenemen naar de kamer. Nee, ik ga je niet meenemen. Kom, Mark. Nee. Kom gewoon mee, jongen. Nee, kom. Ik ga niet die poep kijken. Nee. Ik ga niet Mark, kom, kijken. Ga maar gewoon mee. Sarah. Nee. Jij gaat gewoon mee, kom. Nee, inderdaad, luister naar je vriendin. Die stront is het. Ga er maar eens aan ruiken. Nee. Oh, het is peperkoek of niet? Het is peperkoek, hè? Het is sowieso. Ik ga er niet aan ruiken voordat jullie antwoord geven. Ja, maar, doe dan iets anders. Als Mark hier komt, neem dan een hap van het rol. Nee, ik ga niet een hap van het rol. Iedereen weet dat peperkoek is. Maar waarom nemen jullie geen hap van het rol? Omdat we bij jou veel mooier hebben. Nee. Want ik Mark al helemaal wat heb fuck. Ja, maar maat, Mark gaat niet denken, wow, waarom zou ze nou opeens een hap van het rol nemen? Maar oké, okay, jij moet nog steeds, je moet gewoon Mark aankijken en gewoon niks zeggen, ja? Ja, mag niet. Nee.
zweer het. Ik ga alle tampons van mijn vriendin bewaren. Die leg ik allemaal in jouw kussen. Ja, dat denk ik dus mooi niet, vriend. Dat is gewoon raar, dat is gewoon echt heel raar. Dat is gewoon heel raar, dit. Dit is gewoon naast mij. I did it. Maar Rob die heeft gezegd dat hij fully responsibility neemt, snap je? Ja, dat is goed. Aan mij ligt het sowieso niet. Ja, hij krijgt de peper, hij pakt het helemaal op zich. Rob, ja, zeg. Ja, op zich. Ja. Moet kijken, als het vies is, Rob, hoe vies is het? Kijk je. Ik krijg het hier al. Ik krijg het hier al. Die is even niet waar. Jawel, je ruikt het daar echt wel. Nee. Ik zweer. Jawel, ik ruik het daar echt. Okay, jij ruikt het toch ook? Yes. Ik zweer het, je ruikt. Jullie lopen hier al uren rond in de stank, hè? Wacht. Ik ruik niks meer. Ik ruik het hier gewoon al. Is het een echte drol? Wie zijn poep is dit? Hé jongens, ga met kijk gooien! Ja, kijk gooien! Bye. Dat was een stuk peperkoek waar je vast had. Peperkoek! Maar de echte drol, de echte drol zit hier! Ah, wat een fucker! Dit is de real shit! Gooi hem op hem! Gooi hem op hem! Pas op, pas op! Ik ben een papai, ik ben een papai! Ik raak het aan! Bijna! Hij ging bijna in de poep! Hij zat kotsen! Hij zat kotsen! Ik ben echt druk te wakker maken, ik kom pijn jongens. Ik zweer het, die nepdrol die leek zo echt. Het voelde gewoon al alsof je daar 2 uur lag. En ik denk, fuck it, ik pak hem op en ik gooi hem op die jongens. Niels heeft die gemaakt. Van peperkoek en ik heb hem net nog helemaal in het water lopen sompen en lekker overlopen kleien. Dat echt leek alsof hij gewoon vers was, weet maar je wel? Maar ik zweer het, leek echt, ik krijg gewoon, ik wacht gewoon van het idee. Alleen al dat ik die drol vast hield en daarna rook ik, je ruikt gewoon scheid hier. Maar hoezo pak jij überhaupt een drol vast? Ja, oké, ik mag niks zeggen, ik heb het ook ooit moeten doen voor wat het kan. Ja, daarom, ik dacht van poeien, ik pak die drol vast en ik denk van nu kan ik ze harder peperken. Mijn handen, weet je wel, die was je wel. Maar ja, Rob mag zijn handen ook wel even wassen, want... die moest poep. Ja, en dan heb ik de camera vast. Ah, ga je dat vaak aanraken, vriend? Oké, jongens, dit was het einde van de video. Mark, ik ben echt fucking achtergebrengd. Ik verwacht echt een payback op Rob. Rob, jij neemt alle responsibility op, jongens. Die payback die komt binnenkort op mijn kanaal, ik zweer het je. Ja, ja. Nou, die gaan jullie binnenkort al wel zien. En dan sluit ik hier bij de video af. Later. Linkje in de beschrijving. Fuck you. Hij wilt geen linkje in de beschrijving? Jawel, natuurlijk wel, kom. Shout out me. Fijne vervolgers, boe, fijne vervolgers. Klikken. Klikken.